Dit is een bespreking van het eerste stukje van Caput 14 van Apur Bekondita 30. In het voorafgaande hebben we een gesprek van Syphax en Scipio gehoord, waarin Syphax tegen Scipio gezegd heeft dat zijn huwelijk met Sophoniba het begin is geweest van alle ellende en dat hij het Massinissa gunt dat dezezelfde Sophoniba nu ook Massinissa te gronden richt. Hike slaat op de woorden van Syphax in het voorafgaande, deze dingen. Het leidend voorwerp is dat Hike van Dixisset, dat voegwoord staat voor ons begrip op een hele rare plaats, toen hij deze dingen gezegd had. Hij is natuurlijk Syphax. En dan is het begin van die zin, is zo gestructureerd, niet alleen, maar ook. Toen hij deze dingen gezegd had, niet alleen met een vijandige haat, maar ook met de prikkels van de liefde. Syphax vinden natuurlijk maar niks dat zijn vrouw trouwt met zijn ergste vijand. Dus toen hij die dingen gezegd had, ziende, omdat hij zag zijn geliefde Amatam, dat is dus Sophoniba, Aput Aimulum, bij zijn rivaal, die zegt dat ook, toen Syphax dat gezegd had, toen Pepulit, toen trof hij, onderwerp nog steeds Syphax, toen dreef hij aan, betekent pelleren letterlijk, toen trof hij de geest van Scipio, non mediocri cura, meteen niet gemiddelde zorg. Je herkent natuurlijk de lithotes, niet gemiddeld, meteen forse zorg, trof Syphax de geest van Scipio. Et fidem fidem criminibus faciebant. Daar staat het hoofdwerkwoord. Ik moest er even naar zoeken. Onderwerp van faciebant is nuptiae, dus het huwelijk. In het Latijn is dat een meervoud, vandaar faciebant. Het huwelijk maakte betrouwbaarheid. Dat is de hoofdconstructie. Dus het huwelijk voegde geloofwaardigheid toe. En dat et heb ik vertaald met en, maar je kunt het ook met ook vertalen. Ook dat huwelijk, dat slaat op het huwelijk tussen Sophoniba en Massinissa, dat maakte, dat voegde toe, betrouwbaarheid aan de beschuldigingen van Syphax richting Massinissa natuurlijk. En dan staat er hier nog iets bij dat huwelijk, letterlijk het geroofde huwelijk, het bijna geroofde huwelijk, inter arma, te midden van de wapens. Dus het overhaastig gesloten huwelijk midden tussen de gevechten in bijna. Dat is wat Livius zegt. Dat huwelijk van Massinissa en Sophoniba, dat voegde fidem betrouwbaarheid toe aan de beschuldigingen aan het adres van Massinissa door Syphax. Neque consul, neque neque, niet en ook niet, nog nog. Consulto Laelio, dat is een ablativus absolutus, terwijl Laelius niet geraadpleegd was. Laelius, dat is de second in command van Scipio in Afrika. En Massinissa had niet met Laelius overlegd voordat hij ging trouwen met de vrouw van de verslagen Syphax. Dat is wat hier staat. Terwijl Laelius niet geraadpleegd was, consulto, en ook niet afgewacht. Massinissa had Cirta ingenomen, de hoofdstad van Syphax. Laelius was toen al onderweg geweest en hij heeft die Sophoniba al getrouwd voordat Laelius er is, zegt Livius hier. Na faciebant komt nog een onderwerp, tamque praeceps festinatio en de zo haastige spoed, haast is dit, de haastige haast, de hals over koppen betekent dit letterlijk haast. En dat is dus nog steeds onderwerp van die voegde betrouwbaarheid toe aan de beschuldigingen van Syphax. Ook dus die woorden van Syphax werden ook betrouwbaarder gemaakt door de zo haastige spoed. Zo haastig, ut dat hij ontving. Hij is hier Massinissa. Dat hij ontving de captam hostem, de krijgsgevangen vijand, dat is dus Sophoniba, dat hij ontving matrimonio, in een huwelijk verbonden, junctam, dus dat hij daarmee trouwde, quo die, op de dag
dat hij gezien had die krijgsgevangen vrouw, dus Sofoniba. Op diezelfde dag ontving hij haar verbonden in een huwelijk. Dus ook de haast maakte de woorden van Syphax betrouwbaar. De zo grote haast dat, nu in de goede volgorde, dat hij op de dag dat hij de krijgsgevangen vijand, dus Sofoniba, gezien had, hij is Massinissa, dat hij op diezelfde dag in een huwelijk verbonden haar ontving. En dat hij conficeret, die conjunctivus hangt nog steeds af van ut, en dat hij maakte, volbracht, een offer, sacrum is een offer, nuptiale is een huwelijksoffer, bracht bij de penates, bij de huisgoden, penates zijn huisgoden, dus in het huis van zijn eigen sui vijand. En des te schandelijker deze dingen leken aan Scipio, in een normale Nederlandse volgorde. En die handelswijze van Massinissa, dat is Heik, die schenen eo foidiora, des te schandelijker aan Scipio, quot, omdat hemzelf, leidend voorwerp, dit is Scipio, omdat hemzelf, onderwerp is forma, omdat de schoonheid getroffen had, daar staat het werkwoord, de schoonheid nullius captivae, van geen enkele krijgsgevangene, omdat de schoonheid van geen enkele krijgsgevangene hemzelf, dus Scipio, getroffen had in Spanje. En dan staat er nog bij die ipsum, dus bij Scipio, dat hij toch ook jong was. Dus Scipio die houdt zichzelf steeds in als het gaat om trouwen met verkrachten van krijgsgevangen vrouwen. En daarom vindt hij het des te schandelijker dat Massinissa wel onmiddellijk trouwt met een krijgsgevangen vrouw.